Maya Suid, u bent het opperhoofd van de familie. Dus u heeft ook wat te zeggen over wat familieleden doen in de media. Waar ligt de grens? Nou, u geeft een behoorlijk middeleeuwse omschrijving van hoe een familiestructuur in elkaar zit, die echt niet helemaal meer past bij de 21ste eeuw. Dus dat in allereerste zin. Iedereen die meerderjarig is in Nederland, heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn eigen vrijheid om te doen en te laten wat hij of zij wil. Zeker als ze lid zijn van de koninklijke familie en niet van het koninklijk huis, dus geen ministeriële verantwoordelijkheid kennen. En ik kan u wel zeggen dat ik iedereen die artikel 1 van de grondwet met verve verdedigt, heeft mijn steun. Eloïse is regelmatig te zien op bijvoorbeeld televisie, social media. En dan wordt er vaak gespeculeerd over wat u daar dan van vindt over die optredens. Kunt u ons helpen? Wat vindt u daarvan? Mooi, hè, speculeren. Ja. Ga er maar door met speculeren. Wat spannend. Ja, nee, maar het is een verantwoordelijkheid van haarzelf. Ze is meerderjarig. Ze heeft een eigen leven, ze heeft een eigen studie, ze heeft een eigen pad gekozen. En ze heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, dus dat moet je aan haar vragen.